Het ministerie van Justitie en Politie is nu zover om de e-rijbewijzen te verstrekken aan de gemeenschap. Het e-rijbewijssysteem, oftewel elektronisch rijbewijssysteem, is een onderdeel van het vorig jaar ingevoerde Document Security System, waaruit ook het identiteitssysteem is voortgevloeid. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat het project van de e-rijbewijzen op zich heeft laten wachten, omdat de wet hierover moest worden aangepast. We zijn nu dus dan begonnen om dat te implementeren. Logistiek. Er is een decentralisatie met dienstverstanden dat in Nikeri, in Paramaribo en in Mungo die rijbewijzen kunnen worden opgehaald. En gisteren ook is mij de garantie gegeven dat men niet stil heeft gezeten. Dus terwijl we bezig waren met de wet, hebben ze dus die rijbewijzen wel kunnen drukken. Dus het gaat nu om het verstrekken. Rekening houdende natuurlijk met de COVID-beperkingen. In de afgelopen periode zijn veel politievoertuigen betrokken geweest bij aanrijdingen. Minister Amoksi zegt dat er nog geen onderzoek naar de oorzaak heeft plaatsgevonden. Echter zal het ministerie eraan werken om deze ongelukken te voorkomen. Wanneer een politieauto, brandweerauto, voertuig met sirene rijdt, dan verwachten ze dat de andere verkeersdeelnemers rekening houdt met het feit dat ze met sirene rijden. En een ongelukje schuilt in een klein hoekje met heel nare gevolgen. En dit hebben we dus dan de afgelopen tijden gezien. We hebben al niet zoveel auto's en als er nog elk één dat betrokken raakt bij een aanrijding of een verkeersongeval, is er natuurlijk één te veel, los van de slachtoffers die kunnen vallen. Maar we gaan kijken hoe we dit gaan oplossen, misschien met meer defensieve driving cursussen, dat we dus dit kunnen minimaliseren. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie die zegt dat de politieambtenaren vooraf geen training kregen, maar daarin verandering zal komen.